De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft sinds gisteren 2 actieve leerstoelen bij aan de faculteit der medische wetenschappen. Het gaat om de leerstoelen fysiologie met de nadruk op homeostase en pathofysiologie met de nadruk op chronische aandoeningen. Deze laatste leerstoel is onder de vleugels van Jerry Toulsy, die gisteren door de voorzitter van de ADECUS werd benoemd tot hoogleraar aan de faculteit der medische wetenschappen. Toulsy hield als inaugurele reden de toepassing van pathofysiologische principes bij de aanpak van chronische aandoeningen. Chronische aandoeningen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Toulsy gaat in op hoe de nieuwe leerstoel zal inspelen op de situatie in Suriname als het gaat om chronische ziekten. Binnen de leerstoel zullen risicofactoren bestudeerd worden met daarbij de pathofysiologische mechanismen. Voorbeelden van lopend onderzoek zijn hierbij weergegeven. Aandacht aan kinderen moet zeker gecontinueerd worden, omdat we merken dat obesitas en diabetes type 2 toenemen bij kinderen. Voorheen werd de diabetes mellitus type 2 alleen bij volwassenen vastgesteld. Tegenwoordig wordt het steeds in toenemende mate bij kinderen vastgesteld. Een verontrustende situatie, moet ik eerlijk zeggen. Verder weten we ook dat 2/3 deel van de sterfgevallen die gerelateerd zijn aan chronische aandoening geassocieerd is met factoren op kinderleeftijd. Ook op het gebied van respiratoire aandoeningen is er momenteel studie gaande. Met deze leerstoel hoopt de ADECUS een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het aanpakken van chronische ziekten. Professor Toulsy kreeg zijn hoogleraarschap uit handen van de voorzitter van de ADECUS, Shanti Venetiaan.